Voordat deze video begint wil ik even iets met jullie delen. Het is vandaag dat ik dit stukje opneem. Het is het 18 maart om 5 uur 's middags, 's avonds. Half 5 trouwens. Ja, voor velen wel inmiddels bekend dat 18 maart, een paar dagen terug, dus iets in Utrecht is gebeurd. Wat heel verschrikkelijk is. En mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden en naar de familie van de slachtoffers. Maar deze video heeft wel iets in die trend waar ik niet van wist tot dit zou gebeuren. Ik heb toch besloten om deze video online te zetten. Het gaat namelijk over een schietpartij met terroristen op de snelweg. Kijk, het zijn een beetje mixed feelings. Want aan de ene kant, hè, het is niet te vergelijken met wat in Utrecht is gebeurd. En er is ook geen link aan te leggen. Maar gek genoeg doen sommige mensen die link wel leggen. En ik moet op mijn hoede zijn dat ik daar geen commentaar van jullie op krijg. En tot mijn grote schrik kwam vandaag op 18 maart een video van GTA 4 online. Wat helemaal niks te maken had met Utrecht. En ik krijg toch commentaar tot ik daarmee ben aan het spotten. Omdat deze video komt online. Of er is net iets met in Utrecht gebeurd en jij zit ermee te spotten. Ja, dit slaat echt nergens op. Ik kwam net terug van mijn werk. Die GTA 4 video heb ik 2 weken terug opgenomen. Ik lees die reactie en ik schreef me echt kapot. Ik vind dat echt belachelijk en ik vind het echt heel jammer dat mensen zo denken over mij blijkbaar. Toen je die comment ook waar je met je gedachten zit en waarom het. Maar als er één iemand is die niet daarmee spot, heel duidelijk. Daarbij dus nogmaals, deze video. Ja, daar komen terroristen in. Of ja, je kunt terroristen noemen. Ze zitten gewoon met heel veel wapens op een strand. En die beginnen elkaar en op elkaar te schieten en op ons te schieten. Ik heb toch besloten om dus die video online te laten komen. De video was al gerenderd, maar ik heb dit stukje dus nog even snel opgenomen. En dat ga ik ervoor plakken en opnieuw renderen. Zodat het wel duidelijk is tot ik dus, toen ik de video opneemde met Kim, wat jullie dadelijk gaan zien. Totdat ergens 10 maart was. Dus dat is gewoon 8 dagen voordat het, 10 maart, ik weet niet. In ieder geval voordat het in Utrecht gebeurde. En elke video die nu nog online komt, dat is voordat het in Utrecht gebeurde. Ik heb hierna nog geen video's opgenomen. En jullie weten inmiddels, ik heb heel veel video's. Ik neem van tevoren op. Ik neem weken van tevoren op. Want ik werk ook gewoon. Ik heb ook gewoon school. En ik heb anders geen tijd om continu video's te blijven uploaden. Dus zie er geen kwade bedoelingen in. En ik zou het echt heel jammer vinden als jullie dat wel zien. En ja, dan is het gewoon om mij te pakken. En dan is het niet omdat het echt zo is, lijkt mij. Dus in ieder geval veel kijkplezier. En ja, ik hoop dat jullie er wel een beetje begrip voor hebben. En ook mijn keuze snappen om alsnog te uploaden. Want ja, het is nou eenmaal een beetje het risico van het spel. Het komt erin voor. En het is voorgekomen. Ja, soort van voorgekomen. En ja, ook al is dat een week van tevoren opgenomen. Ik hoop dat jullie wel begrip hebben tot ik heb besloten om gewoon te uploaden. Nou ja, veel kijkplezier zou ik toch maar zeggen. En tot de volgende video. Ik hoop dat jullie wel begrip hebben tot ik heb besloten om gewoon te uploaden. Nou ja, veel kijkplezier zou ik toch maar zeggen. En tot de volgende video. Oh. Stop voor sedan. Ik wil jullie handen zien. Ik wil geen enkel vuurwapen zien. Collega's, let op. Daar komen ze. Ik ga schuilen. Ik kan hier niet schuilen. Wow, shit. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor Amor. En vandaag met Kim, onopvallend op pad. Ja, niet helemaal onopvallend natuurlijk. Jullie zullen het holster al meteen zien. En het oortje in het oor, waar die hoort, logisch hè. Met deze onopvallende Mazda 3, gemaakt door Wandertje. Shoutout uiteraard naar Wandertje. En we hebben al meteen een melding die ik wel mooi vond voor een onopvallende eenheid, namelijk een mogelijke prostituee. Dus dan gaan we eens kijken of we die nog op heterdaad kunnen betrappen. En zo ja, wellicht haar en een klant aanhouden. Want een klant is dan ook strafbaar. We gaan gewoon eens kijken. Heb ik nog bijzonderheden om te melden?
niet echt, geloof ik. Jullie hebben mij laatst natuurlijk in de video met... wat rij ik nou zo? Ja, ik vind het sowieso een heel raar kruispunt hier, maar er klopt helemaal niks van. Nu rijd ik de rood, weet ik hoor. In de video met de W-klasse hebben jullie mij horen vertellen dat ik naar Captain Marvel ben geweest met 4DX. En dan kan jullie vertellen, dat is echt super vet. Ik raad het zeer, zeer, zeer zeker aan. Als jouw bioscoop in de regio natuurlijk 4DX heeft. Zo te zien, aan de overkant loopt of staat een prostituee. Echter, ja, en nu, ik wil hier tussendoor die bus. Nee, oké, dat gaat niet meer lukken. Bus en info, wat de fuck doe jij nou? Oké, goed, ik ga gewoon langs rijden. Daar staat ze namelijk. Op het moment dat ze in een voertuig stapt, nee wacht, ik kan wel langs rijden, dan zie ik niks. Op het moment dat ze in een voertuig stapt, dan is pas een hete raadmelding. Nu kan ze daar ook gewoon lopen te chillen. Dus wij gaan hier staan. Alarmlichten aan en we hebben mooi zicht op haar. Dan wachten we even af tot daar een auto naar binnen rijdt en haar meeneemt. Of in ieder geval naar buiten rijdt en haar meeneemt. Of in ieder geval haar meeneemt. Laten we het daarop houden. Inmiddels een andere positie ingenomen. En ze te zien, praat ze met iemand. En zijn ze ook meteen in een overeenkomst gekomen. En gaat het beginnen. Oh. Stop voor sedan. Stap er beide meteen uit. Oh, het zijn twee vrouwen. Die wil niet zien aankomen. Goed, dames, ik wil even geen rare dingen zien. Even omdraaien. Staan blijven, zeg ik. Of ja, dat zei ik niet, maar dat bedoel ik wel. Je mag uitstappen. Hey, luister. Je gaat gewoon meewerken. Je moet geen rare dingen doen. Je bent op dit moment aangehouden. Ja? Hoe het verder zit, dat vragen we op, of laten we de recherche wel uitzoeken. Want ja, misschien zijn het wel gewoon twee vriendinnen. En is deze mevrouw gewoon een vriendin, maar halen ze elkaar net op. Dat kan allemaal. Of haalt zij haar op, maar in ieder geval, wat we, dat gaan we verder op het niveau uitzoeken. We krijgen een melding, we zien haar instappen en daarop handelen wij. Ja? Dus graag het weten in spotjes, dit kan op OC. En het takenwagen, want deze auto kan hier niet blijven staan natuurlijk. Zo, en dan is alles vrijgegeven en dan gaan wij nog even snel zo hier voorlangs voordat alles begint te rijden. Aan laten staan. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We have a traffic alert for a grand theft. Oeh, dat is altijd als je zo'n route ziet altijd ingewikkeld, maar we gaan hem hier dan treffen. Dus in ieder geval iemand die wordt gezocht voor het voor meerdere, of in ieder geval voor het organiseren van winkeldiefstallen. Ik geloof dat er meerdere stonden. Dus die moet nog worden gearresteerd en die is nu gespot via de ANPR camera's. Dus die gaan wij meenemen, van de snelweg afplukken en richting een veilige locatie brengen waar we deze meneer, als het hem ook daadwerkelijk is, of mevrouw natuurlijk, kunnen aanhouden. Maar die gaat er vandoor als een speer. Jezus. Dus die heeft misschien al een beetje door. En er zijn heel veel takenwagens hier. En het is heel druk, want het zal wel de ochtendspits zijn. Heel veel takenwagens. Die ziet mij niet. Dus ik kan natuurlijk ook niet volle snelheid hier gaan rijden, want auto's doen altijd rare dingen. Die auto rijdt zich als het goed is zichzelf dadelijk klem in een file.
die altijd hier ontstaat dadelijk. Dus dan kunnen wij nog even wat meters maken. Aangezien hout is voor mij wel aan de kant gaan. Hij staat daarachter voor de stoplichten stil. Dat is nu een kwestie van zoeken en dat zal wel die zentoner zijn die daarachter alweer voorbij of weggereisd gaat storen en met je stomme smart. Hij nu wel snel gaan verlaten. Ja, lekker rijgedrag, rijkomst hier. Voet in gezicht. Stop voor Sedan. Maar ik denk dat ze die auto heeft gereden door, of heeft gekocht door het... oeh, dit gaat helemaal fout, jongen. Kan ik je nu al vertellen. Gaat die auto mij helpen? Dat zou tof zijn. Nee, niet... What the fuck? Oh, dat is een motor. Door het overvallen en bestelen van winkels. Als hij daardoor die Zentorno heeft gekocht, ja, dan heeft hij dat toch wel netjes gedaan. Zeggen. Dit gaat fout, kan ik jullie vertellen. Dus ik ben echt op mijn hoede. Wow, wat loop je breedje. Nee, het ziet niet uit. Kijk eens wat daar aankomt. Luister als het daar aankomt. Ja, zie je wel. Ik wil jullie handen zien. Ik wil geen enkel vuurwapen zien. Wat zei ik nou? Volgt hij in eerste instantie een bericht voor alle wagens? Een bericht voor alle wagens? Nee, jij bent aangehouden. En ik heb een schot voor. Ja, ik was dood geweest. Ik ben nu dingen bij die bij me hebben. Ik ga even fiëren. En Ambu is aanrijdend. Oké, goed. Je bent aangehouden. We gaan een transportje deze kant op komen. Je gaat op je knieën zitten. En je gaat geen rare dingen doen. Je wordt er hier in beslag genomen. Assistentie. En dan gebeuren even ter mijn bevestiging. Hebben we ook met jou te maken. 12 van 5, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Ja, die wordt nog gezocht. Hoi. Ja, het ziet er niet goed uit, hè? Ja, hij schoot op mij, dus ik schoot terug. Kom dan allemaal deze kant op. Mooie Chevy 3-toon, alles je weet zelf toch. En die ga ik binnenkort ook gebruiken in een video. Tja, Chevy is gewoon leuk. This state has gone nuts. Dankjewel. Zo, waar wat schaafwondjes, pleisters erop en niks meer te zien. In ieder geval, thank you. Dankjewel. Alvast een begrafenisondernemer deze kant op laten komen. Voordat hij hier is. Nee, dat doe ik. Nou. Nu. Voordat hij hier is, is die wel levend of dood. Dus dan kunnen sowieso die en mijn collega daarachter. Ja, twee dood. Oké. Okay. Dan gaan wij meteen eens hierboven kijken. Want daar zit ook iemand even het gekkie uit te hangen. Waarschijnlijk openbaar dronkenschap. Ik wil net zeggen, wat gebeurt me hier nou? Ik dacht even die ging me aanvallen. Deze melding is ten einde. Maar het was de begrafenis. En wij vliegen hem hier even in zijn achteruit in 60 km per uur. Oh, wacht, daar komt een auto. Ik was even niet daarna aan het kijken. Mag ik even achteruit hier omhoog rijden? Oh, dat is vooruit. Oké. Okay. Dan gaan wij gewoon. Hoppakee, hier zo. Omhoog. Ja, ja, niet tuteren. En dan gaan we eens kijken wat hier allemaal aan de hand is. Attention unit 6, Lincoln 12. Hierboven zo te zien. Want iemand zit me daar
Rijdt u alsjeblieft 92. Nee, ah, gelukkig. Ze heeft een bikini aan. Goedendag. Ja, er zit geen water in het zwembad, mevrouw. Alles goed, je. Mijn identiteitskaart. Ik weet niet of je bij dit hotel hoort. Je bent nog minderjarig, of niet? 13-10-2000. Dat is dit jaar 18. Dus jij blijft even staan. Ben gedronken. What an asshole. Ik weet niet als ze heeft gedronken wat ik dan met hem mag en moet doen. Eerder mag, vermoed ik er dan, of mag ik er dan aanhouden, of mag ik er dan bekeuren, of moet ik er dan juist aanhouden? Dat is nog onder de limiet. Heb je drugs gehad of iets? Oké, goed. Hey, ik ga je vragen hier het gebied te verlaten, in ieder geval als je bij dit hotel hoort. Oeps, dat is weer de verkeerde knop. Dan wil ik dat jij naar de kamer gaat en tot je gaat slapen ofzo. Rijdt u alsjeblieft prio 1. Ik kan die ambulance niet meer cancelen. Maar niks uit. In ieder geval ja, ze is eerst dronken aangeschoten. Is ze niet boven het limiet. En op dit moment hoort ze waarschijnlijk bij het hotel. Waarom zou ze anders daar in het zwembad van het hotel zich bevinden? Dus ik heb er verzocht het gebied te verlaten, of in ieder geval niet te verlaten, maar even gewoon uit te rusten op de kamer. Volgt hier een eerste als je bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. We've got an incident involving shots fired, terrorist activity on. Nou, we eens kijken, hè. Oh ja. Rijdt u alsjeblieft prio 1. Bommen en zware wapens onderweg. Use of deadly force permitted. We hebben al toestemming voor dodelijk vuur. Oké. Okay. Afdekongeval hier, hè, als hier nou opeens een auto of een motor achter langs komt. Die ziet mij niet en ik zie hem niet. Hier weer, hè. Rechts ziet mij niet, rechts ziet mij niet, rechts ziet mij niet en nu ziet rechts mij opeens. Als daar eentje met 130 aankomt gescheurd, kan nooit meer remmen. We gaan eens kijken. We gaan hem hier even tussendoor gooien. Dit is wel onhandig, want als je hier nou in het echt overheen rijdt, dan sloop je je auto een beetje. Even kijken of we hier misschien makkelijk het strand kunnen benaderen. En als je rennen daar zit te zien, dan gaan we toch even... Hier links zou het ergens moeten zijn. Ja. Oh ja. Is elkaar wel af te slachten of niet? Ja, zeker. Oh nee, ze schieten op. Oh nee, shit. Oh shit. Oh nee, dit gaat helemaal fout. Ik wil nooit op. Ik hoor appetie. Schreeuwde iemand een appetie. Nee. Opstaan. Collega's, let op. Daar komen ze. Ik ga schuilen. Ik kan hier niet schuilen. Let op collega's. Ze gaan komen. Ik zweer jullie, ze gaan komen. Hallo? Alles onder controle. Good job. Allemaal dood. Kijk nou hoe breed ze loopt, dat is toch niet normaal, hè? Appenberg trouwens. Mooi weertje, dat wel. 2 A380's in de lucht. Mooi, altijd mooi. Goeie dag, braaf en online.
mij, maar is er al. Waar stond mijn Mazda? Hier zo. Oké, wij gaan weer door, lijkt mij. Ja, terug richting stad. Joejoe. Dan gaan we eens richting de laatste melding van vandaag alweer. Ja, ja, ik weet het. Ik heb gezegd dat de video's wat minder lang worden of zijn inmiddels. Misschien is deze ook wel weer 30 minuten achteraf hoor, maar dan denk ik, nee dat is het niet, maar ik heb het gezegd en achteraf, als ik zoiets zeg, krijg jij een stopteken of een volgteken trouwens. Maar dan is het vaak ook nog zo dat die alsnog 20 minuten duurt. Die ga ik even laten blazen. Het heeft me een hele massa gestoopt. Nou, keurig toch? Kenteken check doen voordat ik dadelijk deze persoon aanspreek en hij gezocht blijkt te zijn voor vuurwapenbezit of zo. Zeg maar iets. Nou, voor die is niet geregistreerd, die wordt sowieso in beslag genomen dan. En heb je ook nog eens mij aangereden, dus dat is helemaal mooi. Hey. Hoi, we gaan een rijbewijs zien. De reden van de staanhouding is jou denk ik uitgebreid bekend. Allereerst, je rijdt mij aan. Daarvoor wilde ik jou aanspreken en laten blazen, wat ik nu ook ga doen. Dus je mag even blazen voor mij. En je mag ook even een drugstest zo meteen afnemen. Blazen of alcohol genuttigd heeft hij in ieder geval niet. Drugs heeft hij ook niet gehad. Goed, je mag wel even uitstappen. Jouw voertuig voornamelijk in beslag genomen. Nee wacht, we gaan het anders in. Hij was duidelijk niet aan het opletten. Ik heb niet gezien of je aan het appen of iets was, maar je krijgt in ieder geval wel een bekeuring voor het voertuig niet of voor geen geregistreerd voertuig en voor reckless driving. En dat genomen. Dus ik schrijf ze even uit op mijn telefoon. Ook al is een blok wat ik gewoon een hele grote telefoon met. En dan wordt je voertuig afgesleept. Wij me sowieso niet echt verantwoord om verder te rijden. Gaat je open. Maar hij moet sowieso mee. Ja? En ik ga een fijne dag verder. Ah ja, trouwens, als je... Ja, laat maar. Hij loopt ook al weg. Ik wilde zeggen, je kunt je voertuig geloof ik registreren binnen nu en... 2 weken doet hij dat, dan kan hij zijn auto weer komen ophalen op het bureau. Doet hij dat niet, dan wordt het voertuig vernietigd of in ieder geval geveild. Dispatch calling unit 6, Lincoln 12. We have a carjacking. In ieder geval geveild. Dispatch calling unit 6, Lincoln 12. We have a carjacking on Great Ocean Highway. Rijdt alsjeblieft prio 1. Ze hebben zijn voertuig gestolen, namelijk een vrachtwagen. Hij rijdt op het strand, ik weet niet hoe hij het voor elkaar heeft gekregen. Of hij reed op het strand, ik geloof het niet meer. We gaan eens kijken. Niet meer op het strand. Voert ik op mijn richting op. Als het goed is, naderen we zometeen twee collega's die daar al stonden. Die zullen nu alweer van de aardbodem zijn verdwenen. Maar die om mij in ieder geval even te helpen. Gezien ik een ondervallend voertuig ben. En daar staat er nog een Audi. Oh, dat is een B-klasse. Dat is een persona auto Audi. Daar hebben we niks aan. Een B-klasse met een Truto. Heel mooi. Uitstappen. Hoi. Ja, je bent aangehouden. Je bent niet onverplicht. En je hebt recht op een advocaat. Wordt verdacht van het... Oh, zo.
wel van aanpak. Oh, ja, nu gaat het helemaal fout. Nu zijn twee mannen maar aan de aanhaal. Goed. Een raar transportje deze kant op. Eén collega vraagt om assistentie. Oké. Okay. Goed. Ik wil jullie bedanken voor het kijken op jullie leuke video. Volgende week zie ik graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het zijn, misschien wel met Chevy, maar misschien ook wel LSP hiervan. Of iets helemaal anders weer. Tot dan. Doei. Of iets helemaal anders weer. Tot dan. Doei.